Bakkers noemen ze zich. De koorleden die iedere donderdag na de repetitie een biertje kwamen drinken. Nu zingen ze het Westerhoofs volkslied speciaal voor Dini. Dini is bijna 83, maar toen ze een paar weken geleden viel en haar schouder en arm brak, was duidelijk dat ze ermee op moest houden. En dat valt niet mee. Gezelligheid van die mensen die je iedere dag hebt. Nou, kom ik 's morgens, ik zei, kom dadelijk om 9 uur op of zo, of 9:30, dat weet ik niet. Ik zei, dan heb ik misschien om 12 uur nog niks gezegd, want er is niemand in het huis. Hier komen mensen koffie drinken. Ook de stamgasten moeten hun vaste kruk voortaan missen. Hoe lang komt u hier al? 45 jaar. Maar Kees nog langer. Die komt van zijn 16 jaar af hier. En wat ik me van herinner van als kind vroeger, dan zat Nart en Leen, die zaten hier rond de potkachel, hier midden in het café. Er waren ook nog personeel van de familie Daris. En ik weet nog dat er een van hun, die kon zo goed drinken, die hield een tap bij. Aan het familiebedrijf komt nu een eind. En dat betekent ook voor dochter Petra een bittere pil. Ze kan om financiële redenen het café niet overnemen. Wat blijft zijn de mooie herinneringen. Met z'n allen met de kermis in hier in huis werken. Een extra bar achter in de zaal waar mijn zus met haar man stond. Mijn broer hiermee helpen met mijn vader en mijn moeder samen hier een kermis draaien. Waar de, toen nog, ja, echt kwamen de mensen dansen. Dat weet ik nog. En ja, dat zijn echt mooie momenten. En dan is het toch echt tijd voor de laatste ronde. Proost, hè? Dori. We zullen maar zeggen gezondheid, hè? Dat is niet.